Oké, hoor. Lerin de Warthe, ik heb het idee dat het ontzettend goed klikt tussen de trainer en tussen jou. Ja, ik heb geen probleem met de trainer en op zich klikt het wel, ja. Je hebt je prachtig in het elftal gespeeld. Wat heb je extra gedaan deze oefenperiode om zo ver te komen? Ja, ik ben begin seizoen fit teruggekomen. Afgetraind en voor de rest doe ik eigenlijk wat ik altijd doe. Keihard trainen en de trainer laten zien wat ik kan. De beenbreuk is volledig verwerkt? Ja, ik heb er geen last van. Dus dat gaat ook wel weer goed. 4 punten uit 2 wedstrijden. Had je daar van tevoren op gerekend? Ja, je kan niks van tevoren voorspellen. Alleen in de groep was het gevoel wel goed. En tot nu toe nog niet verloren en dat doen we goed als team. Wat vind je van het elftal zelf? Denk je dat het vooruit is gegaan in vergelijking met vorig seizoen? Ja, ik denk dat we het vorig seizoen ook wel goed hebben gedaan. En dit seizoen we hebben een nieuwe trainer, een nieuw systeem. Dat is wel wat anders. Alleen ik denk wel dat we een aardige groep hebben dat we wel verrassingen kunnen brengen. Een aardige groep zeg je, maar het is wel veel veranderd. 2 keer per dag trainen. 2 dagen achter elkaar een oefenwedstrijd. Hoe heb je dat verwerkt? Ja, in het begin is het natuurlijk, lijkt het veel, maar het went wel als speler en voor iedereen. Dus op zich gaat het ook wel goed. Vind je dat het elftal met die 2 keer trainen per dag erop vooruit gegaan is? Ja, ik heb daar zelf niet per se een effect op, maar het is te doen en het voelt goed. Dus we hebben eigenlijk niks te klagen over dat. Ik heb een beetje het idee dat jij een afspraak hebt met de trainer, dat jij een klein beetje een vrije rol hebt op die linkerkant, op de rechterkant. Twee wedstrijden ben ik op 10 begonnen, op middenveld. En af en toe dan switch ik met Brandley Kouas. En uiteindelijk, vrije rol. Je hebt natuurlijk wel je taken die je moet uitvoeren, maar wel een beetje een vrije rol, ja. Dat betekent wel dat jij je als een vis in het water voelt. Ja, als je een beetje een vrije rol krijgt is altijd lekker en ik denk dat ik ook dat soort type speler ben. Dus dat bevalt me wel. Zondag de wedstrijd tegen Willem II. Hoe kijk je naar die wedstrijd? Ja, het is ook een belangrijke wedstrijd en we moeten gewoon kijken als we die lijn kunnen doortrekken waar we mee bezig zijn en hopen op de 3 punten. 7 punten uit 3 wedstrijden, dat zou fantastisch zijn. Ja, zeker. Daarvoor doen we het ook en daar gaan we er ook voor. Ik wens je zondag alle succes toe. Dankjewel.